Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen en natuurlijk weer nieuwe groentes. Ik sta hier bij de sperzieboontjes en uh, dat zijn de laatste sperzieboontjes van dit seizoen. Ze groeien super. Uh, zoals je ziet zijn de paden niet meer echt zichtbaar. Maar let goed op dat je over de paden loopt en niet zoals hier gebeurt is over de plantjes. Want dan uh, missen we gewoon uh, wat sperzieboontjes. Het is uh, zowel de boterboon als uh, de normale groene sperzieboon. Nou, pluk voorzichtig en uh, er zijn er genoeg. Laat ze smaken. Ook hebben we weer uh, nieuwe prij voor jullie in de aanbieding. Achter de kassen zijn ze nu opgeoogst. En nu hebben we de prij en de voorkant van de kast staan. Uh, liefst eerst dit bed weer leeg oogsten. Zodat we deze wellicht nog kunnen inzaaien. Zoals jullie zien zijn de kassen leeggehaald met tomaten. We hebben de groene tomaten nog opgehangen. Aangezien vorig jaar één tros uh, nog mooi rood werd die we waren vergeten af te halen. En nu dachten we we gaan het proberen met uh, alle groene trossen. Dus uh, dat is een experiment. We gaan kijken of het lukt. Uh, daarnaast zijn er wel nog tomaten. Uh, laatste week. We houden drie tomaten per abonnement aan. Uh, zodat iedereen nog een keer tomaten mee kan nemen. Uh, dit zijn de laatste komkommers van dit seizoen. De laatste Lucky Few. Ik kan nog een komkommertje meenemen. En als laatste zijn de heerlijke pompoenen eindelijk in de oogst. Het moment waarvan je wist dat het zou komen, is eindelijk aangebroken. Uh, We houden één komkommer per abonnement aan, ook weer, zodat iedereen weer van de pompoen kan genieten. Ook de andere kast hebben de tomaten verwijderd en hier ook opgehangen. En deze is al mooi ingezaaid en de eerste dingen beginnen al te kiemen, zoals deze mooie raapsteeltjes. Daar zie je al de eerste kiemplantjes uh, verschijnen. Uh, en dit hebben we gedaan zodat we in december nog mooie uh, groentes kunnen eten. Um, nou, dat was hem weer voor deze week. Ik hoop jullie uh, op de tuin weer te zien. Geniet van de oogst! En uh, tot snel!